Goede Mode is on tour. Ik ben in Dronten, een stadje met opvallend veel zelfstandig ondernemers. We zijn in Dronten met In de Mode. Wat is Dronten voor een stadje? Het is eigenlijk een heel gevarieerd beeld wat je hier hebt. Schoenenwinkels, drogisterijen, heel veel modewinkels heb je hier in Dronten. Dat verwachten heel veel mensen van buiten Dronten niet. Die denken, oh, we gaan eens een keer naar Dronten kijken. En dan komen ze hier en dan zijn ze heel verrast door diversiteit. Ook aan de kledingwinkels ook sowieso hier. We zijn in Dronten. In welke winkel zijn we? We zijn in Y-Fashion. Y-Fashion is een multibrand met duidelijke merken. Wat wij heel belangrijk vinden als staf is erkenning. Dus ook erkenning naar klanten toe. Dus als heel veel, wat ik zei, we leven van een vaste klantenkring. Dus we weten ook eigenlijk wel wat die klant wil. En dat maakt het voor zo'n klant ook heel prettig winkelen. En wat ik zei, het winkeltje is heel intiem. Dus je kunt ook iets persoonlijker met die klant omgaan. En dat maakt het shoppen voor zo'n klant ook wat makkelijker en een beetje een thuisgevoel. Jullie verkopen heel veel jeans, heel veel denim. Wat is de broek die jullie het meest verkopen? Nou, op dit moment is dat wel de PME, de Aviator en de Bare Metal. Dat zijn gewoon fantastische modellen van hun. Daarnaast verkopen we ook heel goed onze eigen jeans, de Silver Creek. Dat is een eigen huismerk, laat maar zeggen. In jeans en ook hele modische kleding. En ook de jeans van Silver Creek zijn gewoon betaalbaar. En dat spreekt natuurlijk ook heel veel mensen aan. En goede modellen, goede kwaliteit. En die verkopen ook ontzettend goed inderdaad. Je viert je 2-jarig jubileum. Ja, die valt vandaag inderdaad. En het is eigenlijk een beetje hysterisch. We hebben allemaal ballonnen laten drukken. En ik heb modellen rondlopen nu in het centrum. En even laten zien dat we er nog steeds zijn na 2 jaar. Maak je veel herrie om te laten zien dat je er bent? Ja, op mijn manier maak ik wel wat herrie, ja. Ja. Wat doe je dan allemaal? Ik ben sowieso heel erg druk online. Ook met Facebook en ik ben altijd bezig met leuke posts. En ik ben altijd wel bezig om een beetje ludieke dingetjes te verzinnen. Zo ik nu dan gewoon een groep meiden en jongens die lekker door het centrum lopen. En lekker muziek en gewoon aangeboden showtje, maar net eventjes anders. Dus ja. Waar haal jij je inspiratie vandaan om jezelf te kleden en om klanten te kunnen kleden? Om zelf te kleden sowieso de collectie natuurlijk wat wij hier in de winkel hebben. We hebben collectiepresentaties 2 keer in het jaar. Krijgen we gewoon de hele collectie van alle merken te zien. Ook de jeans die dan binnenkomt krijgen we te zien. Daarin kunnen we de mensen dan in ieder geval heel goed adviseren van hey, dat komt er binnen. Modebladen kijk je uiteraard. Internet zoek je gewoon allerlei modedingen op dat je wel een beetje weet wat de trends in de wereld zijn. En dat is wel weer heel belangrijk om dat wel weer ook naar de klant te kunnen vertalen. Welk merk ben je ontzettend trots dat je die in winkel hebt? Oh, ik heb meerdere merken waar ik heel erg trots op ben. Ja, ik ben continu ook bezig met vernieuwen qua merken. En ik heb nu bijvoorbeeld voor Heer, daar heb ik Carhartt erbij. Het is echt wel een dingetje nu. Het is clean, maar ook kwalitatief gewoon heel goed. En je ziet natuurlijk overal die beanies. En je merkt ook echt dat die meiden en jongens daar allemaal ook voor komen. En dat is wel heel gaaf. Je hebt 6 merken. Wat is jouw persoonlijke favoriet? Ik ben echt een denneman. Ik hou van aparte broeken. En vooral Diesel, die hebben gewoon een hele leuke lijn, DNA-lijn, dat is net even wat anders. Zit broeken met zijde, gewoon andere stofjes, dat vind ik wel heel mooi. En dat vind ik ook leuk om uit te leggen naar de klant. Heb je ook van je winkel een bijzonder plekje gemaakt? We staan onder een boom. Ja, ik heb het wel geprobeerd, inderdaad. Om het, ook dit net weer even anders te laten zijn. Het is niet zo'n hele grote winkel, dus ik wilde gewoon echt de hoogte gebruiken. Het is mooi licht en... combinatie van natuurlijke materialen en natuurlijk de appelboom. De winkel heet ook At Eve's, ik heet zelf Eva. Nou, en ik heb een appelallergie, dus dat is helemaal mooi. Ah, ze zijn van plastic, hè? Ja, deze zijn van plastic, dus hier kan ik prima tegen. En, ja. van de slang is een tas gemaakt? ja, inderdaad. Heb je nog een wens wat je nog met je winkel zou willen? Ja, meerdere winkels, ja. Dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. Ja, ik hoop gewoon dat dit nog even zo lekker doorgaat. En dat mensen enthousiast blijven en willen blijven komen. En ik hoop het nog vele jaren vol te kunnen houden.